Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Oké, als eerst, dit is echt super lang geleden dat ik zo heb gefilmd. En er zijn ook, nou, misschien 2 maanden geen video's online gekomen. Ik heb wel echt super veel lieve berichten gehad, dus daar wil ik jullie echt heel erg voor bedanken. Want ja, dat geeft toch wel een beetje aan dat ik dacht van, oh, ik moet echt ermee doorgaan en ik moet niet stoppen. Dus ik wil jullie daar echt heel erg voor bedanken en ik vind dat echt super lief. Mijn kamer is echt een troep, let er niet op. Maar ik heb net een wasje gedraaid en er liggen allemaal spullen op de grond. Maar de reden waarom ik niet heb gefilmd, ja, het zijn een beetje verschillende dingen. En ik wil dat toch wel even snel aan jullie uitleggen. Ik wil niet een hele uitlegvideo gaan maken, maar waar het een beetje aan lag is dat ik gewoon niet zo lekker in mijn vel zat. Ik had wel moeilijke keuzes die ik moest maken. Gewoon, ja, ik was natuurlijk verhuisd. Dat ben ik nu nog steeds. Ik zit nu nog steeds in mijn nieuwe kamer. En ik heb best wel snel last van heimwee. Dus ik vind dat soms best wel lastig. Maar dat gaat eigenlijk nu best wel goed. En ik moest voor volgend jaar mijn minor kiezen. En ik wilde heel graag met Floor en Voske uit mijn klas wilde ik samen naar Curaçao. En dat hadden we eigenlijk al wel bijna geregeld. Maar het is voor mij toch geen verstandige keuze om mee te gaan. Dus ik vond dat heel erg lastig. Dus dat was er een beetje wat er speelde. En ik was ook aan het daten. En ik vind dat ook heel lastig om dat in beeld te brengen. Van wat laat je wel zien in de vlog, wat laat je niet zien in de vlog. Dus dat waren een beetje dingen die speelden. En daarom heb ik er ook voor gekozen om toen een tijdje niet te filmen. En ik heb het ook echt best wel druk met school. Maar we gaan nu weer richting de zomer. En in de zomer vind ik het altijd heel erg leuk om video's te maken. Dus dat ga ik zeker doen. Ik ga ook lekker op vakantie. Het is vandaag ook heel erg lekker weer, dus dat is mooi. Dus hierna komen nog wat beelden van de vlogs van de afgelopen tijd. Gewoon een beetje de leukste beelden die ik heb gefilmd. En vanaf de volgende keer komen er dan gewoon weer shopvlogs en vakantievideo's. Dus ik hoop dat jullie dat heel erg leuk vinden. En dan alsnog heel veel kijkplezier. Nou, inmiddels is het dus al avond. En ik heb hem net helemaal klaargemaakt. En wat ik aan heb is een topje met een open rug. Ik weet niet of je dat ziet, denk ik niet. Ik zal het zo meteen even laten zien. En er komen zo meteen vriendinnetjes van mijn IC. En dan gaan we Koningsnacht vieren. Dus we hebben inkopen gedaan. En ja, dat eigenlijk. En daar heb ik heel veel zin in. Morgen ga ik met C naar Amsterdam. C. Ik ben geen C. Oh. Ik hoorde C door stem. Dus morgen gaan we naar Amsterdam. Heel veel zin in. En ja, die meiden kunnen hier ieder moment zijn. We hebben het helemaal klaargemaakt en we hebben de woonkamer dus een beetje veranderd. Dus dat zal ik zo meteen even laten zien. Oké, nou, dit heeft C ervan gemaakt. Heel mooi gedaan. We hebben de woonkamer veranderd. Daar stond eerst de bank. Die hebben we nu hier gezet. En dat hebben we nu gewisseld. Geeft een hele fijne sfeer aan de kamer. Ook leuk JP. Ja, heel leuk. JP zo met dat licht inval. Het licht doet het. Dat is meer mijn ding. Ja, maar kijk hoe leuk met die sprieten zo. Helemaal. Kijk op de plafond. Oh, wat een sfeer. Maar Mila is eigenlijk gecanceld, maar oké. Nou, wat zijn we aan het doen? Koningsnacht. Wij zijn Koningsnacht aan het vieren. Corona-proof. Corona-proof, ik ben gevaccineerd. De muren zitten nu zo. Is het vandaag dinsdag? Ja, echt heel mooi. Okay, het is vandaag dinsdag, Koningsdag. En wij gaan nu met de trein naar Amsterdam. Ja. Ik ben als enige oranje. Deze. Oh, nou dat kan je wel aandoen. Nee. Mijn moeder leuk. We hebben er heel veel zin in. We gaan ballon opblazen. Yay! Mag ik er ook één opblazen? Ja, zullen we er samen één opblazen? Flikkie! Oh, wat zijn dit voor ballonnen? Die kun je aan elkaar knopen. Heel leuk. Zo, ik heb wallen. Niet te groot. Dit is leuk. Nee, die is wel heel klein. Fijn. Oké, wij zijn aangekomen in Amsterdam. We zijn nu even lekker wat drinken aan het inschenken. Ik
zal even laten zien. We zijn dus bij Ijf thuis. Goedemorgen, het is vandaag... Goedemorgen, goedemiddag bedoel ik. Het is vandaag woensdag. En gisteren was Koningsdag en het was echt super gezellig. Ik weet echt niet hoeveel ik heb gefilmd. Ik ging dus naar Amsterdam samen met vriendinnetjes en daar woont Ijf. Dus toen gingen we gewoon daar zo, gingen we Koningsdag vieren. Het was echt heel erg gezellig en voor de avondklok waren we weer thuis. En toen hebben we gewoon lekker gechilled en niet zoveel gedaan. En vanochtend, nou ik ben wel echt heel heel moe. Het is nu 1 uur en ik ben onderweg naar de mall. Dat is heel dicht bij mijn huis en ik heb daar afgesproken met Eve. Dus dat is wel heel erg gezellig. En er staat nu een auto, staat voor mij, hij heet hij al stil. En ik moet opschieten, dus ik weet niet waarom die niet even door gaat rijden. Nou, oh hij gaat er nu pas uit. Dus Eve en ik die gaan naar de mall en dan gaan we daar lekker shoppen. Want vandaag is dus de eerste dag dat je geen winkelafspraken meer hoeft te maken. Dus ik ben benieuwd hoe druk het is. Oké, Eve en ik zijn in de mall en het is echt zo druk. Het is vandaag natuurlijk de eerste dag dat je zonder afspraken naar binnen kan. Nou, er staat overal rijen. Ja, het is ook niet normaal. Met een soort hekken, want het staat nergens op. Dus... Daar staat een rij. Oh ja. Komen we hier wel dan, ja? Ja. En dan gaan we gewoon op even naar Den Haag toe. En dan gaan we even daar kijken wat rustiger is. Want iedereen is natuurlijk nu ook hier. Maar het is wel zo heftig, dat roze. Ja. Oké, ik wilde vandaag niks kopen. Klein beetje mislukt. Maar ja, echt dingen gekocht die ik nog niet had en die ik heel leuk vind. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb ook niet zoveel gefilmd in de stad. Eve en ik gaan nu onderweg naar mijn huis. Gaan we eerst even eten halen en dan gaan we zo meteen koken. Zin in. Ja, zo zie je niet. Oké, ik zal nog even laten zien wat ik heb gekocht. Dat van Eve laten we toch even niet zien. Bij de Stradivarius. Dat ligt namelijk in de auto, is niet handig. Dit zit ook in de oven en ik heb even mijn bed in de was gedaan. Oh, hebben we al die patat in de oven gedaan? Volgens mij nog niet, maar dat maakt niet uit. Die hebben we ook altijd in de oven gedaan. Oh, dit blouseje, heel leuk roze blouseje. Ze hebben deze ook bij de Zara. Deze was 20 euro. Dit is de code. Ik hoop dat hij scherp stelt. Ja, die is heel leuk. Zou ik morgen mijn nagels lichtblauw doen? Ja. Ja? Ja. Oké, dit heb ik dus daar. Vorige week. Ja, dat is ook waar. En dan had ik deze broek, had ik in mijn vorige weekvlog ook al in het zwart gekocht. En ik heb hem nu ook in het blauw gekocht. Echt een hele mooie broek van de Bershka is die. Die was 26 euro. Oh ja, deze heeft Eve dan ook in het beige en ik heb hem dan het zwart. Maar ik had al beige broeken. Ook al vind ik dit wel mooier, omdat deze is echt precies goede lengte. Hij komt echt netjes tot de grond, een soort van. Maar het was zo druk. We wilden eerst naar de mall en dat was echt niet te doen. Dus toen zijn we gewoon in Den Haag naar de stad geweest. Dan heb ik nog bij de Primark gewoon sokken en zo gekocht. Even kijken, ik moet even... Oh ja, en deze slippertjes, heel erg leuk. Heel leuk. Ik moet ook nog mijn zomerspullen halen. Oh, ik heb nog geen rokjes, nog helemaal niks heb ik hier liggen. En, maar daarom moet jij een rek gaan aanschaffen. Ja, ik ga een rek kopen. Dan heb ik deze gekocht. Oh, ik ben wel blij dat ik deze heb. Is heel leuk. Oh, even in de spiegel kijken, maar dat kan niet. Deze was maar 4 euro. Heel goedkoop. Ik had hem eigenlijk ook gewoon nog in andere kleuren moeten kopen. In het zwart sokken nog. Oh ja, en dan ook nog deze in het groen. Want ik vind groen altijd heel erg mooi. Leuk. En dit broekje, gewoon een leren broekje. Deze was 14 euro. Ook heel leuk. Heb je het al een leren broekje? Weet niet. En deze fles. Deze fles heb ik nu ook al, maar hij was wel een beetje aan de vervanging toe. Want hij was een beetje vies aan het worden. Dus deze heb ik nu ook. Nou, dus de schade is niet beperkt gebleven. Kom, we gaan naar beneden. Het ziet er heel lekker uit. Die broccoli is ook goed, toch? Ja, alles zo goed. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik weet niet wat het laatste is wat ik gisteren heb gefilmd, maar ik was gisteren natuurlijk met Eve. En dat was echt mega gezellig. En die ging naar huis. En toen heb ik gewoon eigenlijk niet zo heel veel meer gedaan. Gewoon een beetje gechilled. Mijn haar, ik heb net mijn haar gewassen en het is nog een beetje nat. Alleen ik moet zo weg om mijn nagels te laten doen. Dus ik dacht, ik doe mijn haar daarna wel. Want ik heb er eigenlijk niet zo heel veel zin in om het nu te doen. Ik heb nu mijn nagels zo. Maar ik denk dat ik
lichtblauw gaan doen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ik dacht, ik doe een keer even wat anders. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Misschien dat ik daar mijn gedachten verander als er heel veel nieuwe kleuren zijn of zo. Maar anders doe ik ze lekker lichtblauw. En vandaag heb ik heel veel dingen voor school moet ik doen. Ik moet een vlog bewerken, want die is nog niet online gekomen. Het gaat altijd op dinsdag online. Dus ik ga nu even ontbijten en dan ga ik mijn nagels doen. Het is echt zo slecht weer. En vandaag zou ik eigenlijk met mijn moeder naar het terras gaan. Maar we hebben maar gezegd dat we het niet gaan doen. Aangezien het natuurlijk zo slecht weer is. Oké, het is weer anderhalf uur later en ik heb mijn nagels gedaan. Ik ben dus voor blauw gegaan. Ik zou dat normaal echt nooit doen, maar ik ben er echt heel erg blij mee. Echt een hele leuke kleur, ook heel erg vrolijk. Ik was een beetje aan het twijfelen tussen lila en tussen blauw. En ik dacht eerst, ik ga er ook nail art op doen. Maar ik dacht, dit is al heel opvallend, dus ik laat het gewoon lekker zo. Dus ik ga nu boodschappen doen, dan ga ik naar huis rijden en dan heb ik les. Nou, we hebben wel echt een productieve schoonmaakdag vandaag. Wat zeg je? Een productieve schoonmaakdag. Ja. En ik denk dat Lee nu aan het koken is. Oh, we gaan lasagne eten. Is de kok aan het koken? Ik hoorde je al zeggen, ik denk dat Eline aan het koken is. Waarom doe jij daarin? Ja, omdat ik had geen plek meer en het moet toch bij elkaar in de pan zo meteen. Oh, jij doet het gewoon in een grotere schaal. Ja. Probleem mee? Mag het? Hey, tafel is gedekt. Lasagne in de oven. Zin in. Oké, we hebben huisavond gehad. Ik heb niks gefilmd. Oh, dat ging fout. Niks gefilmd, goed bezig. We hebben een leuk spelletje. Wat? Waarom heeft iemand mij getekend? Eline, dit heb jij sowieso gedaan. Nou, je ziet alweer hoe onaardig iedereen is in dit huis tegen mij. Maandag 17 mei. En de laatste keer dat ik heb gefilmd is echt volgens mij met Koningsdag geweest. Dus rond 27 april. Ik heb echt heel lang niet gefilmd en ook geen weekvlog begonnen. Het is vandaag maandagochtend. Ik heb zometeen stage. Ik ben dus onderweg naar stage. En daarna word ik gevaccineerd. Dus dat zal ik ook voor jullie filmen. Maar ik ga dus nu naar stage toe. En dan ja, heel veel zin in eigenlijk. Oké, ik ben terug van stage en ik ben op mijn kamer. Ik heb nu even iets anders aan. Omdat ik zo meteen die prik moet halen. En je moet dus een soort van makkelijke kleding aan. Omdat je het zo van je schouder af moet kunnen doen. Best logisch natuurlijk. Dus moet je daar helemaal staan uitkleden. Als je een prikje moet halen. Het is echt heel stom, maar ik weet dus nu niet waar mijn brief is die ik mee moet nemen. Dus die moet ik even gaan zoeken. En waarom ik dus nu al een vaccinatie kan halen, want misschien vragen mensen zich dat af. Ik heb astma. Ik heb dat misschien wel eens verteld in een video. En als je dus als je dus problemen hebt met ademhalen of astma, dan krijg je dus voorrang op de vaccinatie. Dus daarom ben ik nu al aan de beurt. Vandaag 17 mei. Oh, ik had hem in de auto gelaten, zodat ik hem niet zou vergeten. Oké, ik ga nu weg en dan word ik zo gevaccineerd. Oké, ik ga even checken of die goed is. Oh, nee. Hè? Nee, we hebben oprecht verkeerde gekregen. Nee, ik maak echt geen grap. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Volgens mij heb ik gisteren niet meer zoveel gefilmd, maar ik ben gisteren dus gevaccineerd. En het was best wel prima. Ik ben gevaccineerd met Moderna. En ja, het ging heel snel, was heel erg goed geregeld. En ik heb nu alleen gewoon een klein beetje last van mijn arm, maar voor de rest helemaal niks. Dus geen klachten of iets. En ik ben meestal best wel gevoelig voor dat. Dus ik ben er eigenlijk wel blij mee dat ik nergens last van heb. En ja, het ging eigenlijk gewoon prima. Ik ben nu onderweg naar stage. Het is vandaag een hele belangrijke dag, want dit is mijn zesde stage en dit is mijn zesde beoordeling. En dat is eigenlijk de laatste beoordeling van deze 3 jaar. En ik ga muziekles geven over vissen. Oh, ik moet even rijden. Dus dat is wel heel erg leuk. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik vind het wel een beetje eng om een muziekles te geven altijd. Maar wel heel erg leuk. Dus ik ben nu onderweg naar stage. En dan zien jullie mij na stage. En als het goed is, komt vandaag mijn nieuwe telefoon binnen, hoop ik. En anders morgen. Dus dat is ook heel erg chill. Oké, ik ben terug van stage en ik ben nu bij mijn vader thuis. Het ging best wel, ja, het ging niet super goed, maar ik heb het gelukkig wel gewoon gehaald. Daar gaat het om. En ja, het was op zich wel prima. Het was niet helemaal zo naar mijn zin, maar als ik het gewoon heb gehaald, ben ik blij. Dus ze zeiden, de eindbeoordeling is sowieso voldoende en daar gaat het natuurlijk om. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben nu lekker bij mijn vader thuis en ik ga hier even snel wat eten en even hier chillen. En dan moet ik vanmiddag wel werken. Dus dat is niet
heel fijn, maar ja, het is niet anders. En ik zie dat er een pakketje binnen is gekomen. En ik denk dat dit mijn nieuwe telefoon is. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus die ga ik even openmaken. Ik heb geen idee waar ik kan zien of het een witte telefoon is. Dus ik durf hem nog niet open te maken. Ik wacht even op mijn vader. Ik heb dus ook nog geen beschermlaagje en geen hoesje. Dus ik denk dat ik dat eerst even ga bestellen. En dat ik hem misschien morgen pas open ga maken. Ja, ik ben echt, sinds ik zoveel pakketjes krijg, kan ik echt heel goed pakketjes niet openmaken. Dus ik denk dat ik het ook gewoon nog niet ga doen. Oké, ik heb even mijn mascara gedaan. Ik moet me zo nog even omkleden. Maar ik had nog een pakketje die ik even wilde openmaken. En daarna moet ik bijles geven. Zo. Ik had namelijk weer een pakketje van Chiquelle. En ik heb met de code Janette20 altijd 20% korting. Ik heb dit pakketje echt al heel lang hier liggen. Omdat ik dus elke keer niet aan het vloggen was. En toen dacht ik, ja, ik ga hem ook nog niet openmaken. Dus ik weet echt niet meer wat erin zit. Ik stuur altijd 8 dingetjes. Als eerste zie ik een groen topje. Een hele mooie kleur. Volgens mij zijn het wel een beetje zomer items. Of het lijkt zo. Is het dit topje. En dat kan je dan zo over je nek heen doen. Zo om je nek. En dan aan de achterkant is die helemaal bloot. Het voelt wel een beetje als een soort zwemstofje. Zo'n glad stofje. Deze heb ik in een S. Ik kan echt niet meer herinneren dat ik deze heb gekozen. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Je kan er dus denk ik alleen geen BH onder doen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dan als tweede heb ik een heel strak jurkje. Van een hele fijne stof. En deze heeft dus één zo'n mouw. En voor de rest loopt hij gewoon helemaal recht uit. Het is gewoon een soort rechthoek. Ziet het eruit. Wel heel erg leuk. Ik heb deze in een maat. Ik denk een one size, want er staat niks op. Ik denk dat dit wel heel erg leuk is. En het is ook een heel fijn stofje. Niet zo'n zweetstofje. Dan zit er nog een sportlegging in. Deze is in een beetje een groenige kleur. Ik vond deze heel erg mooi eruit zien. Ik hoop niet dat hij doorschijnt. En deze heb ik in een maatje S. En hij loopt dus aan de voorkant zo heel erg mooi. En deze week gaan de sportscholen weer open. Dus ik wil weer echt gaan sporten. En ik vond deze wel heel erg leuk uitzien. En dat is deze. Heel schattig met van die knoopjes. Heel erg leuk boven een spijkerbroek. En deze is dus met lange mouwtjes. Deze heb ik ook in een maatje S. Dus dat is deze. Heel erg leuk. Dus dit zijn de items die ik heb van Chiquelle. En ik ga zo meteen bijles geven. Dus ik ga even mijn tas inpakken en dan ga ik weg. En ik moet ook nog steeds mijn telefoon installeren. Dus dat moet ik ook even doen. Oké, het is echt een mega erg troep in mijn kamer. Volgens mij zie je het niet helemaal. Ik ga nu bijles geven. Ik heb een topje aan van Shein. Dit grijze vest, broek van Naked. En dan deze schoenen. En ik ga dus nu naar de auto. Even, ik heb even boodschappen gedaan en wat dingen gekocht. En Lieke is er nu ook. Ik hoop dat mijn telefoon nog boven ligt. Anders moet ik weer helemaal naar boven toe. Ligt mijn telefoon nog hier? Ja, oké, top. En dan heb ik... Oh, mijn wimpers zijn helemaal ingezakt, of niet? Oké, Lieke en Eve zijn er bij mij. En we hebben net gegeten. Heel lekker, niks gefilmd natuurlijk weer. Ik ben sinds deze week weer aan het filmen. En ik film heel slecht nu alweer. Maar ik ga even... Of zou ik het niet nu doen? Alleen, ik had dus een beetje stress. Want ik wist dus niet waar je de kleur kon zien. Van de iPhone. Ja, maar ik heb dus nu wel mijn hoesje binnen. Zo. Ik dacht, ik neem maar weer wit. Hij lijkt veel kleiner. Dat is zilver. Is die kleiner dan de iPhone 10? Klopt dit? Ja, want heb je de wel de plus variant ja? Van de Max. Ja? Ja, het kan ook iets kleiner. Want kijk dat koordje. Oh, je hebt wel normale. Of niet? Nee, je hebt een ander uiteinde. Oh, wat heb je daar dan aan? Kijk, ik kan hem in je laptop steken. Ja, ik kan hem in je laptop. Nu wel in deze nieuwe dan. Ja. Hè, maar is dit de grote Pro? Max, is het Pro of de Pro Max? Ik heb een Pro gekregen. Heb je wel een Pro Max besteld? Ja. Weet je dat niet precies? Ja. Jawel, dat heb ik wel echt besteld. Oprecht. Nu heb ik hem al opengemaakt. Heel dom. Maakt niet uit, dat maakt niet uit. Oké, ik ga nu even een beetje paniek als ik er niet uit. Kan dat? Oké, we zijn onderweg naar de ijssalon. We hadden opeens zin in ijs. Ik dacht ziek erg. Copyright, oh ja. Oké. Misschien is het wel. We gaan nu even een ijsje halen. Oh, wat zie ik er slecht uit, zeg. Oh my god. Oké.
Ik ben weer bekomen van de schrik. Ik had dus net de iPhone geopend. Ik moest gewoon even vertellen. Het was per ochtend verkeerde, maar dat had ik dus niet gezien. Oh, het is niet betalen nu. Oh, oké. Nou, dus we gaan nu een ijsje halen. Hier is ook. Maar wel chill dat hij hier zit. Dat wist ik helemaal niet. Ik denk echt oprecht heel dicht bij mijn huis. Ja. Ja, helemaal blij. Lekker. Oké, het is vandaag vrijdag. Ik heb me klaargemaakt. Het is al een beetje eind van de middag. Ik heb gisteren mijn nagels gedaan. Ik heb ze roze gedaan. Ik weet niet of ik dat resultaat had gefilmd. En ik moest vandaag eigenlijk mijn haar wassen. Maar toen ik mijn make-up aan het doen was, dacht ik van, oh, ik moet eigenlijk echt mijn haar wassen. Het is nu een beetje laat. Dus, ja, ik ga dus nu gewoon mijn haar in de staart doen. Op zich ook niet heel erg. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit zwarte topje aan met een open rug. En dan deze broek. Oké, ik zit in de auto. Ik weet niet wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Maar ik ben onderweg naar Vos. En Floor komt daar dan ook naartoe. Ik sta nu in de file. Dus ik dacht, ik pak mijn camera daar even bij. Alleen, ik heb zo... Het waait echt heel hard. Maar ik heb echt zoveel last van die kleine... Ga ik dit nu in de auto doen? Ja. Van die kleine babyhaartjes. En ik word er echt helemaal gek van. Nu stinkt het in de auto. Dus die ga ik nu even erop doen. Oh, mijn camera is vol. Even voor de camera. Oké, dit is California zalm. Maki zalm. Ja. Kili zalm. Sneller, anders krijg ik copyright. Mand. Gesponsord door Rose. Met een vinger. Ja, doe even onze nagels allemaal bij elkaar. Gewoon echt hetzelfde. Oké, dit kan echt niet. Here are the motherfucking new nails. Oké, bon appetiti. Bon appetito. Bon appetito. En een beetje oregano. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het alsnog een beetje leuk vonden. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg.